toen ik in die ambulance lag, toen ging eigenlijk het hele plaatje alweer voorbij. En ik begon eigenlijk gelijk alles te analyseren. Nou ja, bloed als een rund. Ik schrok me kapot. Ik probeerde het nog af te knijpen, maar hij verloor bloed en die wond was echt niet om aan te zien. Ja, dan is het heel zuur als je dan de conclusie trekt dat je gewoon beter had moeten weten. Barry en Jan hebben de opdracht gekregen om een 2-duimleiding schoon te maken. Ze willen er een beetje haast mee maken nu de fabriek stil ligt. De kans dat het product stolt is namelijk aanwezig. Al gauw zal blijken dat dit een grote druk zet op hun werkzaamheden en de veiligheid die daarmee gemoeid is. Ja, haast. Niet dat we bij wijze van spreken echt aan het rennen waren. Maar je weet ook dat het niet goed is als die fabriek stil ligt. Je kan niet gaan zitten treuzelen, zeg maar. Dus dat ook weer niet. Ja, achteraf is de vraag hoor, of we echt zo hadden moeten opschieten. Kijk, we houden allebei van doorwerken. Maar het moet natuurlijk niet te gek worden. En ik denk dat we elkaar op dat gebied wel een beetje hebben opgefokt. Dat ook wel de reden is dat je toch gemakzuchtiger wordt. Barry en Jan positioneren de hoge drukwagen, maar vergeten het plaatsen van de SIR-borden. Wel wordt de noodstop neergezet, hoewel die niet op de voorgeschreven 6 meter afstand staat. De twee willen de klus gaan klaren. Er is geen contact met de controlekamer. De portofoons liggen achter gesloten deuren. Volgens Barry en Jan was het gebruik van de porto's niet nodig, want de controlekamer is niet ver. Alles wordt zoveel mogelijk in gereedheid gebracht. Toch wordt er een aantal cruciale stappen niet overwogen of uiteindelijk zelfs genegeerd. Ja, het is raar hoor, hoe je aandacht dan verslapt. We weten het heus wel hoe het hoort. Maar ja, je denkt dan op dat moment dat het niet nodig is. En je maakt wat grapjes met elkaar. En je wil ook niet onderdoen voor de ander. En Barry zei dat het lastig zou worden om met een deflector te werken. En dat was ik eigenlijk wel met hem eens. Met de hand voel je gewoon beter. Ja, dat ding dat zit dan in de weg. Dat werkt niet makkelijk. Zeker niet als je het even snel wil doen met zo'n 2-duimer. Dan ga je al, dat is het er precies. Voordat je het weet, dan ligt je arm eraf of zo. Ja. De mannen nemen een risico door te besluiten om de deflector niet te gebruiken. Hierdoor kan de slang raketteren en is er niets dat de slang tegenhoudt. Ze werken vlot door, maar besluiten wel de nozzel te vervangen. In plaats van een trekkende nozzel wordt er op een 5,2 slang een lansnozzel gemonteerd. Hierdoor hopen ze de leiding beter schoon te kunnen krijgen. Het nadeel van het gebruik hiervan is dat het niet trekkend werkt. Zeker in combinatie met het ontbreken van de deflector is het daarom extra risicovol. Nou ja, klopt, die hebben we vervangen. Die trekkende nozzel, ja, die lijkt wel helemaal niks uit te halen. Die leiding krijgen we op die manier gewoon echt niet schoon. We kwamen die leiding gewoon niet door. Ja, de wet van Murphy. Als het ene fout gaat, dan gaat gelijk alles fout. Nou, dat is hier echt wel een schoolvoorbeeld van. Hoewel er veel fouten worden gemaakt, is er wel zorgvuldig nagedacht over de plaats van het voetpedaal. Door het ontbreken van een deflector is er ook altijd sprake van een line of fire. En dat geldt ook voor de spuiter. De mannen maken moeiteloos met een pistool de korte zijde van de leiding schoon. Alles lijkt prima te verlopen. Maar dan, als ze de lange zijde gaan doen, gaat het mis. Enorm kabaal. Je schrikt je lam. Je weet als je al een tijd op de fabriek werkt dat het dingen gewoon goed fout kunnen gaan. Ja, er zit natuurlijk zo ongelooflijk veel druk op zo'n slang. Dan praat je over meer dan 1000 bar. Daar word je echt niet vrolijk van hoor. Nee, zeker niet als je dat ding op je af ziet komen. Tijd om je dat te beseffen heb je gewoon niet. Ja, natuurlijk hadden we een noodstop. Maar ja, die slang is sneller dan jij bent hoor, geloof mij nou. En als we nou die deflector hadden gebruikt, lag het toch op de wagen. Nu zet je jezelf in de line of fire. Door de hoge druk die in de leiding wordt opgebouwd, vindt de slang zich een weg naar boven en schiet uit de leiding. Met een enorme kracht slaat hij tegen Barry's bovenarm. Jan ziet het gebeuren en drukt zo snel hij kan op de noodstop.
Barry is door de kracht op de grond gevallen en uit zijn bovenarm komt pulserend bloed. Ja, dat is heel gek. Maar voordat ik echt pijn voelde, ja, duurde dat gewoon even. Het werd wel heel warm, van al het bloed denk ik. Maar ik was wel meteen bang dat het mijn arm zou kosten. Eerst hulp gegeven natuurlijk. En twee mannen van de fabriek kwamen ook nog. Nou, toen ging het allemaal in gang, natuurlijk. Ja, weet je, soms heb je weer zo'n opfriscursus van veiligheid op de plant. En dan zit je er 's morgens vroeg een beetje duf bij te gapen. Maar als je het dan overkomt, dan word je wel even op de feiten gedrukt. Ja, ik denk volgende keer wel 3 keer na. Nou, ja, je trekt elkaar toch een beetje mee zo in het weglaten van dingen. Met name die deflector. Ja, gemakzucht. Ik heb heel lang thuis gezeten. Ja, mijn vrouwtje werd er ook niet echt blij van natuurlijk. Ja, ik ook niet hoor. Maar ja, er zat allemaal hechting in. Ik kon er niks meer mee. Als ik kracht zit, dan is ongelooflijk veel pijn. Ja, maar ja. Dan zie je wel hoe gevaarlijk het werk is dat je doet, hè. En wat je allemaal op het spel zet.